Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. We gingen nog net niet kopje onder in het water hier, want het plenste af en toe flink tijdens de training van NEC in voorbereiding op de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Daar komen we zo bedoeling op terug. Eerst even naar afgelopen zondag en dan eigenlijk na de wedstrijd, want Osama Tenane deed een interview en sprak zich daar weer kritisch uit eigenlijk een beetje over de arbitrage in Nederland. Ik ben Tenane, ik heb toch altijd alles tegen mij. Kan trainer Rogier Meijer zich daarin vinden? Alles is een groot woord. Ik heb al een keer eerder gezegd dat ik denk ik als scheidsrechter moet je niet het verleden laten meebeslissen in de beslissingen die je neemt. Nou, dat gevoel heb ik wel eens, maar dat is het eigenlijk. Is het dan wel handig dat je elke keer voor de camera dat gaat zeggen? Want op een gegeven moment denkt zo'n scheids misschien ook wel van, daar heb je hem weer. Ja, dat weet ik niet. Dat mag dus niet. Want uiteindelijk kun je niet als scheidsrechter op basis van verleden of wat dan ook een wedstrijd leiden. Dus ik ga ervan uit dat wij capabele scheidsrechters hebben die op het moment zelf de goede beslissingen trachten te nemen. Dan Magnus Metson. Hij speelt na zijn blessure weer alle wedstrijden. Hij mist een grote kans tegen Ajax. Hoe gaat het eigenlijk nu met de 24-jarige Deen en hoe gaat het met zijn Nederlands? Mijn Nederlands is goed, denk ik. Ik ga mijn examen doen. Misschien een paar weken met mijn leraar. Met voetbalwoordjes en zo. Dus ik heb zin in. Dus mijn Nederlands is fijn, denk ik, maar kan altijd beter. Nou, dit klinkt al goed. Zullen we het in het Nederlands even proberen? Kijken hoe ver we komen? Tuurlijk. Bouw je nog van die kansen die je miste tegen Ajax? Ja. Ja, ik heb de kans misschien 10 times opnieuw gezien. Dus ja, natuurlijk was het een grote kans en natuurlijk wil ik scoren. Maar ja, soms is voetbal zo en ik moet naar de volgende wedstrijd kijken. Weer lekker een volle tribune hier, vol uitverkocht stadion. En daar miste je ook een grote kans, hè, bij Utrecht. Dus dat moet nu rechtgezet worden. I don't remember it. Maar, kijk hem nog maar even terug. Ja, dat ga ik doen. Ah, misschien, ik weet niet. Vorige week in de update spraken wij met technisch directeur Carlos Albas. Het ging over het contract van Rogier Meijer, want beiden willen graag door. De trainer, Rogier Meijer, hebben we nog niet voor de camera daarover gehoord. Echt niet? Daarover nog niet. Ja, weet je, het is zoals het is. Precies zoals je zegt. We hebben allebei de intentie om met elkaar door te gaan. En dat is het vertrekpunt voor de komende tijd. En voor de rest is het nog geen nieuws eigenlijk. Nee, je hebt er ook wel voor jezelf even de tijd voor genomen. Hè, om voor jezelf er ook uit te zijn of je nog door wilt. Ja, maar dat is logisch. Ik bedoel, uiteindelijk weet je dat in december al hadden we natuurlijk een lange periode. En daar kun je ook de tijd voor nemen om erover na te denken. En dan weeg je van allerlei dingen af. En dan kijk je naar de selectie. En dan kijk je wat daar eventueel misschien nog in gaat gebeuren. En dan spreek je met de club en dan spreek je met mensen om je heen. En van daaruit maak je een goede beslissing. En ik denk dat we die genomen hebben. En dat is het uitgangspunt voor de komende tijd. Ik las ook ergens, je wilt ook wat aanvallender voetbal gaan spelen. Kan dat met de selectie die je nu hebt? Of zeg je, dan moeten we dan echt andere spelers voor? Bijhalen. Ja, dat is wel heel erg vooruitlopen op de zaken, omdat we zitten nog midden in het seizoen. En we weten ook niet op dit moment welke spelers er wel of niet blijven. Dus dat is al lastig zat om daar iets over te zeggen. En uiteindelijk zullen we aan het eind van de competitie, en daar zijn we natuurlijk wel mee bezig, kijken van hoe gaat het elftal er volgend jaar uitzien. En ja, op basis daarvan kun je ook zeggen van wat voor type voetbal komt daaruit. En ja, dat is nu nog vroeg. Maar kijk, we willen, zoals we denk ik na de winterstop thuis veelal gespeeld hebben, dat willen we doorzetten. Dan de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Thuis daar in Utrecht werd het 0-0. Kom je misschien wel goed weg? Ja, Sillissen keepte toen uitstekend. We hebben nog nooit gewonnen hier van FC Utrecht. Kortom, tijd om eens een keer geschiedenis te schrijven. Nou, geweldig voor de historieboeken dan, toch? Ja, geweldig, geweldig. Nee, natuurlijk willen we graag winnen. En willen we de race die we thuis hebben ingezet. Eigenlijk hebben we alleen voor Twente verloren en voor de rest van niemand. Die willen we behouden en dat willen we met een overwinning doen. En Utrecht is gewoon een goede ploeg, hebben goede spelers, individuele kwaliteit. En moeten we kijken hoe zij zondag ervoor staan. Maar we hebben daar wel vertrouwen en zin in. Zondag gaan we historie schrijven. Ja, wederom. Dankjewel. Ja, laten we dus maar geschiedenis gaan schrijven zondag hier in de Goffert. Of dat met Lasse Schöne gaat gebeuren, dat is nog maar even een groot vraagteken. Hij traint nog steeds apart, dus
de kans dat hij fit is zal zeer klein zijn. En dan zal Baldursson voor Schöne gaan spelen, verwacht ik zo. Zondagmiddag om 12:15, dan wordt er afgetrapt hier in de Goffert. Mocht je er niet bij kunnen zijn, de wedstrijd wordt weer live uitgezonden bij onze collega's van de radio, RN7 Radio. Kun je live natuurlijk weer meeluisteren. En voor de rest zijn wij er volgende week weer. En mocht je in de tussentijd het nieuws willen volgen rondom NEC, kijk op onze website of volg mij even op Twitter. Dan houd ik je daar op de hoogte. Graag tot volgende week.